Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Dit wordt een hele korte video. Ik had beloofd dat ik deze week een vlog online zou zetten. Maar ja, er gebeurt nu zoveel dingen op dit moment in mijn leven waar ik totaal geen grip op heb. En het gaat me allemaal een beetje te snel. En ja, dus ik heb even echt nog tijd voor mezelf nodig. Het klinkt misschien allemaal heel zweverig, maar in de vlogs die volgende week komen wordt het allemaal wel wat duidelijker. En dan snap je ook wat ik bedoel. Want ik ga het uiteindelijk jullie allemaal wel vertellen wat er aan de hand is, maar ik heb daar nu nog even tijd voor nodig. En ik moet het zelf allemaal nog even een plekje geven, want ik zit echt, eigenlijk zit ik er een beetje doorheen. En doorheen qua mentaal heel erg. Ik vind het gewoon heel erg moeilijk allemaal. Het is totaal onsamenhangend, dit verhaal wat ik nu vertel. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik gewoon echt heel veel dingen aan mijn hoofd heb. Heel veel dingen nu in mijn leven spelen. En ja, het werd me gewoon allemaal even een beetje te veel. En ik had niet verwacht dat ik zo lang weg zou blijven. Want ik heb nog nooit eigenlijk sinds ik op YouTube ben, nog nooit zo lang geen video online gezet. Dus dat is voor mij echt best wel een dingetje. Ik voelde me op het begin ook echt mega schuldig daarover. Nu heb ik het wel een beetje naast me neer kunnen leggen. Ook omdat ik aan mezelf moet denken nu. Op dit moment. En ja, zoals ik al zei, ik laat het allemaal nog zien in mijn video's, in mijn vlogs. Volgende week komt er weer een vlog online. Ik heb deze week nog even een chill fase. Dat ik even nog alles op een rijtje kan zetten. Goed erover kan nadenken. En ja, al dat soort dingen. Ik wil het ook niet een hele drastisch, dramatische video gaan maken, weet je. Dus ik hou het maar even kort. Dus ik zie jullie volgende week bij een nieuwe vlog. En gedurende de rest van de weken zou ik het vertellen wat er aan de hand is en wat er speelt. En dan, dan blijf je ook op de hoogte. Ik kan het alleen nu nog niet vertellen. En ja, dan weet je het de rest van de week weer. Oké, dit is echt niet wat ik wilde zeggen. Maar anyhow, ik wens je een hele, hele mooie week. Het is lekker weer, dus geniet er lekker van. Dan zie ik je dinsdag weer bij een nieuwe video. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't.